In het voetbal stond er op zondagavond in het Rooi de clash tussen FT Antwerpen vrouwen en RSC Anderlecht op het programma, waar de Antwerpenaren al zekerheid hadden van de titel en de competitie toch wel controleerde en domineerde. Maar zo zien we wel RSCA nog op 0-1 komen. En zo hebben we meteen de ruststand. Bij het begin van de tweede helft kan FTA vrij en frank spelen. En zo zetten ze de achterstand meteen om in een geruststellende 3-1 via Van den Berg. Pompen of verzuipen voor RSCA, het is het laatste. Onzea met de 4-1. FT Antwerpen maakt er een galaavond van voor de vrouwen en mag zonder verlieswedstrijd de competitie afsluiten, waar ze nu werk zullen moeten maken om dat in seizoen 2024-2025 opnieuw te herhalen. Eindscore futsal topsport Antwerpen versus RSC Anderlecht 6-1. Ik denk dat er bij sommigen wel wat druk of stress te voelen was. Maar dan is het belangrijk, zoals de coach ook zei, van gewoon focus te hebben op de taken en ja, de druk die we willen houden blijven uitvoeren. En dat is wat we de tweede helft misschien net iets beter gedaan hebben. Ja, dit is zeker een heel mooie wedstrijd om het seizoen af te sluiten. We weten dat Anderlecht ook altijd leuk voetbal brengt, waar we zelf ook iets leuk tegenover kunnen zetten. En ja, het was spannend. De eerste helft komen ze jullie voor en de tweede helft kunnen wij het dan op een mooie manier afmaken met toch wel wat golen.